De buurt bomenkansenkaart. Wat mij opvalt in Tilburg als ik door de straten loop, en dan met name mijn eigen straat, dat er enorm veel verstening is in de stad. En dat als mensen met elkaar lopen te praten, ook al is dat heel zachtjes, dat het geluid enorm ver draagt. En met name 's avonds hoor je dat heel goed. En als daar natuurlijk vergroening plaats gaat vinden en bomen en struiken komen, dan wordt dat veel minder. En dan wordt zo'n straat ook weer een stukje leefbaarder. En dat lijkt mij heerlijk. We hebben hier vandaag voor de eerste keer de instructiebijeenkomst gehouden voor enthousiastelingen, vrijwilligers, ja, die mee willen gaan helpen met de buurt bomen kansen kaart. Lucie heeft het eerst het grote verhaal verteld. Hè. Lucie is de initiatiefnemer van dit mooie project hier in Tilburg. Nou, vervolgens ja, zijn wij gaan inspireren om de deelnemers eigenlijk uit te leggen van ja, hoe kun je nou kansen zien in deze buitenruimte hier in Tilburg. En hebben we de 4 of 5 V's. De V van verdichten, vergroenen, vervangen, variëren en verbeelden. Nou, en dat hebben we gedaan op dit mooie Korvelplein, hè, waar we hier voor staan. En ja, hebben we dus uitgelegd van, joh, als je hier een boom zet, ja, wat kun je er allemaal nog veel meer eromheen gaan zetten? Dan zou je dan misschien ook nog met een heggetje hier kunnen, hè? Dus in plaats van, ja, zo'n ijzeren rand, ja, waarom zetten we hier dan niet een prachtig heg neer? En als je dan hier rondom het Korvelplein dat zou doen, dan zit je meteen alweer op 500 meter heg. En zo simpel is het, hè? Dus als je anders leert kijken, ja, zie je heel veel meer kansen. Ik was eigenlijk begonnen met kijken van waar, op welke plekken zou je wat kunnen doen. Toen kwam dit bomenproject. Toen dacht ik, dit is iets voor mij. Want hier kan ik ook iets toevoegen. En zorgen dat, ja, dat het prettiger wordt in deze buurt. En dat is ook wat ik graag wil bijdragen eigenlijk. En ik vind het ook heel belangrijk dat het project verbindend is naar allerlei diverse mensen die in mijn buurt wonen. We zijn een paar straten in geweest. Hebben we ook gekeken van ja, hoe liggen daar de plantsoentjes erbij. Ja, dan zie je ook meteen van joh, hier kunnen bomen bij. Hier kunnen we nog wat struweel neerzetten. Waarom zetten we in plaats van zo'n plastic paaltje, zetten we niet gewoon een prachtige leilinde neer. He, dus vervangen van het straatmeubilair van, ja, van die plastic paaltjes door bijvoorbeeld een prachtige leilinde of een andere boom. Ja, dan creëer je ook binnen de kortste keren heel veel groen in deze, ja, toch wel versteende stad. Eind jaren 60, begin jaren 70 werd overal, maar ook heel Nederland, kaal gemaakt. Alle bomen gingen om, alle pleintjes werden kaal voor auto's. En dat is ook in Tilburg gebeurd. Al onze pleinen in de jaren 80, daar stond geen boom op, niks. Ja, hier, dit wel, dit plein, maar verder Westerplein, NS-plein, Piersplein, Koningsplein, noem ze maar op, kaal. Met als resultaat dat we nu met die hittestress zitten. Dus er moet groen bij. Wat wil jij zelf graag bijdragen aan dit project? Mijn verbeelding. Ik heb een hoge mate aan fantasie. Ver voorbij realiteit. om dat positief in te zetten. Dat, vroeger heeft me dat heel vaak geremd. En nu groen en water en klimaat en zo, het wordt allemaal heel reëel. En nu voel ik echt de stroming van hier kan ik bijdragen met mijn fantasie. En ja, de daadkracht komt dan makkelijker. Nou, dat hebben we dus met z'n allen gedaan. Toen zijn we weer teruggekeerd en hebben we vervolgens binnen hebben we de straten verdeeld. Dus gekeken van, goh, wie wil welke straat nou op kansen gaan inventariseren. Ik ben heel blij dat we het voor elkaar hebben om gewoon via je telefoon, via je mobiele telefoon, via een formulier, een aanmelding kan doen van een plek waar jij denkt dat een boom kan komen of een struik kan komen. En je kan ook gewoon daar de betekenis, wat heeft die plek voor betekenis voor je? Dan kun je er ook gewoon op schrijven, je kunt foto's uploaden en die komt op de kaart. Wat door iedereen hem kan zien, maar nog belangrijker is, of ook belangrijk is, dat de gemeente hem ook kan zien in hun systemen. En die kunnen zien of er op die plek kabels en leidingen in de weg zitten. Ze kunnen zien of er bijvoorbeeld plannen zijn, ontwikkelingsplannen, waardoor het niet slim is om op dit moment, of juist wel slim is om op dit moment kansen te bieden, die meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling. En dan zie je dus heel snel gebeuren, als iedereen aan de gang gaat,
dat er overal van die blauwe bolletjes komt. Hè? Dus dan wordt het hoe langer hoe enthousiaster. Dus zo'n hele kaart komt helemaal vol met kansen, met blauwe bolletjes. Nou, daar koppelen wij dan al wat extra gegevens aan. We willen ook de status gaan bijhouden, hè? Want deze is ja, ingevoerd, gecheckt door de gemeente. Goh, die wordt, is uitvoerbaar. Die wordt dan en dan ingepland. En op een zeker moment is het klaar en kunnen we met z'n allen van gaan genieten. Nou, dat. En ik ben daar heel blij mee. Ja, zeker. En wij allemaal eigenlijk zijn enorm gemotiveerd om ons stukje Tilburg, om daar een mooi groen gebied van te maken. Ja, heerlijk. Ga naar buurtbomen.nu en zet ook jouw idee op de kaart.